Goedendag allemaal, welkom bij het vierde college offshore windfarm design. Afgelopen week hebben we met z'n allen besproken wat dan precies de verschillende onderdelen in zo'n windturbineconstructie zijn en wat dan de verschillende keuzes zijn die je kan maken als ingenieur, als ontwerper voor het tot stand laten komen van die constructie, zoals bijvoorbeeld gaan we gebruik maken van een tandwielkast of gaan we gebruik maken van een direct drive met magneten. Gaan we gebruik maken van een monopaal. En niet alleen omdat meneer Jan van der Tempel die hartstikke cool vindt, maar ook gewoon omdat het een fijn object is om mee te werken. Of gaan we toch nog kiezen voor die jacket. En zo konden we dat verhaal natuurlijk ook doortrekken naar de verschillende funderingsmogelijkheden. Nou, en wat gaan we vandaag doen? Vandaag zijn we bij les 4. En dat is Actuator Disk Theory and Energy Yield. We gaan vandaag een heel klein stukje aerodynamica bespreken, zodat jullie aan het eind van dit college ten eerste de belastingen op de constructie kunnen doorrekenen als gevolg van de wind. Dus de windbelasting op de rotor. En daarnaast gaan wij de Weibull-diagram die wij in les 2 hebben gecreëerd, gaan wij vermenigvuldigen met onze powercurve. Wat dat is, komt ook later naar voren van onze turbine, zodat wij exact, dat gaat natuurlijk nooit in de natuurkunde en de wiskunde, maar met een redelijk goede nauwkeurigheid kunnen benaderen wat voor een bepaald windklimaat dan de energieopbrengst is voor een turbine per jaar. En dat is natuurlijk heel erg handig in het berekenen van je informatie, of het nu handig is om een bepaalde type turbine aan te schaffen afhankelijk van de prijs. Nou, dus samengevat, wat gaan we leren? Conservation laws, we gaan de wetten van behoud gaan we nogmaals bespreken, want vanuit daar gaan wij onze belastingen gaan wij bepalen. En dat resulteert in de aerodynamische theorie en dat is de actuator disk theory. We gaan door naar de powercurve. Die gaan we introduceren. Hoe komen we er dan precies aan en hoe werkt die precies? En vervolgens gaan we dat gebruiken om die energy curve te berekenen. Goed, waar beginnen we? Er zijn drie hele belangrijke wetten die we als ingenieur voor ons moeten houden. En het is allemaal wet van behoud. De eerste wet die we gaan gebruiken is de wet behoud van massa. We gaan dus aannemen dat er een behoud hebt van instroom en uitstroom. Massa wordt niet gemaakt of vernietigd. En dat is ook hier natuurlijk niet het geval. Daarnaast gaan wij de theorie van de stromingsleer, die we geloof ik in het eerste studiejaar hebben gehad, gaan we weer opnieuw verkennen. En we gaan de wet van Bernoulli gebruiken. Hier staat de gast trouwens, de beste man. Hij was een beetje schil, als je het goed kan zien. Die gaan we gebruiken om af te leiden wat dan precies de belasting op de rotor is van de uitwisseling van de kinetische energie van de lucht op die bladen. En daarnaast een hele belangrijke, die heel vaak over het hoofd wordt gezien, conservation of shit. En wat ik daar precies mee bedoel, dat is het volgende. Bij computers hoor je het wel eens, shit in is shit out. En wat betekent dat? Als jij een bepaald model opstelt en je ziet dat model eigenlijk alleen maar als een input voor waardetjes waar dan weer een andere waarde uitkomt, dan ben je dus niet aan het controleren of hetgeen wat je aan het doen bent ook daadwerkelijk correct is. Dus het is bij het opstellen van een model heel erg belangrijk om te bedenken, waar ben ik dan precies mee bezig? Wat doet de formule die ik ga gebruiken? En hetgeen wat hier uitkomt, is dat dan wel correct? Een heel mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk de FEM-berekening die jullie nu op grote schaal aan het maken zijn, zag ik vanochtend. Kijk, als jij een FEM-berekening aan het maken bent en er komt een of ander mooi regenboogplaatje uit, dan moet je natuurlijk niet denken van, dat is een mooie regenboog, ik hou van regenbogen, hoppata, hartstikke goed. Nee, je moet kijken van, klopt het eigenlijk wel? Als ik zo'n berekening zie, waar verwacht ik eigenlijk dat de maximale spanning zou optreden? En komt die maximale spanning dan eigenlijk ook op dezelfde locatie naar boven in mijn FEM-analyse? En is dat niet? Waarom dan eigenlijk niet? Heb ik misschien zelf een fout gemaakt in mijn oorspronkelijke analyse? Of heb ik misschien informatie verkeerd ingevoerd? Dat zijn continu stappen die heel belangrijk zijn als ingenieur. En dat maakt je echt een goede ingenieur. En ik durf echt zelf te zeggen dat je geen goede ingenieur bent zonder die kennis goed te gebruiken.
Nu zijn jullie natuurlijk allemaal nog in de fase waar je dat leert. Dus het is wat lastiger om het aan te boren. Maar je zal zien dat als jullie straks over 10 jaar hardcore in de industrie bezig zijn, dat jullie dagelijks gebruik maken van zulke soort kennis. Dus belangrijk, conservation of shit. Beginnen aan het college. Deze afbeelding hebben we al een aantal keer gezien. Dit is Horns Rev. Dat is een windmolenpark voor de kust van Denemarken. En zoals al eerder is verteld, is deze foto gemaakt door een straaljager. En die zag dat er iets magisch aan het gebeuren was. En nou is mijn vraag. We zien hier wake effects. Maar wat kunnen we hier nog meer observeren? Dus wat we hier zien, is we zien inderdaad ten eerste dat het inefficiënt is. Want alle opgedane energie uit die lucht hier, waardoor de luchtstroom afremt, die zorgt ervoor dat die turbines erachter minder energie genereren. Daarnaast zien we ook dat er niet echt een heel erg gedefinieerde vorm is. Dus er is inderdaad ook sprake van turbulentie. En wat zien we ook nog meer? Dat je toch wel een hele mooie lijn kan tekenen om die wolk die achterblijft achter die turbine. En wat kan je daarna uit afleiden? Dat je eigenlijk best wel heel erg goed kan benaderen dat er een soort van buis om die turbine heen loopt. Want die wind die gaat één richting op. Die komt daarna een verstoring tegen. Dat is dan natuurlijk de rotor. En vervolgens gaat die buis groter worden. Maar het is niet dat die ineens alle kanten op gaat. Dus we kunnen aannemen alsof zo'n turbine eigenlijk in een buis zit. Dat is natuurlijk niet helemaal correct. Maar bij benadering kom je best wel goed in de buurt. En dan kan je het natuurlijk ook zo zien van nou, dat lijkt eigenlijk wel heel erg op een systeem zoals we die ook bij stromingsleer hebben gezien. Gewoon een buis waardoor een fluidum stroomt. Een fluidum is een gas of een vloeistof. En die stroomt langs in stromingsleer vaak langs een pomp. Maar eigenlijk is een turbine natuurlijk een omgekeerde pomp. Dus in plaats dat die turbine energie aan de vloeistof toevoegt, haalt die energie eruit. Dus je kan eigenlijk dit wel beschouwen als een stromingsleren vraagstuk. Nou, dan kunnen we dit nog een stukje verder trekken. En dan zien we het volgende. We hebben dus ten eerste aangenomen dat we die stroombuis hebben. Hier, de streamtube. En vervolgens zien wij dat natuurlijk die stroom die wordt geblokkeerd. Of die komt in ieder geval die rotor tegen, waardoor er een weerstand ontstaat. Er ontstaat meer turbulentie. Je zag dat die buis die werd steeds groter. Maar het is natuurlijk heel erg lastig om die effecten van die rotor op kleine schaal te beschouwen. Wat we wel kunnen doen, we kunnen die rotor vervangen voor een schijf met allemaal gaatjes erin. En we kunnen die schijf, die kunnen we zo ontwerpen dat we voor en achter de turbine precies dezelfde luchtstroom tegenkomen alsof dat het een rotor zou zijn. Dus die lucht die ervaart dan geen verschil of dat die rotor daar zit of dat die schijf met gaatjes er zit. Vervolgens is het een stuk eenvoudiger om die schijf te beschrijven in wiskunde. Want het is gewoon een massieve schijf met gaatjes erin, dus die weerstand in die lucht opwekt. En die schijf die noemen we de actuator disk. Een schijf met gaatjes die voor weerstand zorgt. Nou, vervolgens zijn er nog een aantal andere aannames die we doen. Ten eerste nemen we aan dat de luchtstroom laminair is. Er is dus geen uitwisseling tussen kinetische energie van de luchtmoleculen. Dat is een redelijk grove aanname. Maar voor het uitleggen van dit model is dat nog wel prima te doen. En tot slot nemen we aan dat er een constante luchtdichtheid is. En die is er ook wel. Want het is natuurlijk een open lucht. Het bevindt zich op ongeveer dezelfde hoogte en de temperatuur is constant. Het is niet dat die temperatuur van de lucht achter de turbine ineens 5 graden hoger is. Dat zou wel gek wezen. Dus we nemen ook aan dat de luchtdichtheid constant is. En met deze aannames kunnen we het systeem bijna precies zo benaderen als we dat bij stromingsleer hebben gedaan. Dus laten we dat eens gaan doen. We gaan wat wiskunde toevoegen. En dan kijken waar we op uitkomen. We pakken onze wetten van behoud. Ten eerste hebben we de wet van behoud van massa.
We weten, massa-instroom in punt 1, dat is aan het begin van die buis, die moet gelijk zijn als de massa-uitstroom aan het einde van die buis. Wat we ook zien, dat zagen we in die eerdere afbeeldingen, dat die buis die werd steeds groter. We gaan nog even terug. En wat zien we hier? Die buis die werd steeds groter. En als je dus behoud van massa hebt, en je weet dat die ene oppervlakte, die is kleiner dan die andere oppervlakte, dan volgt natuurlijk uit de wet van behoud van massa, aannemen dat de dichtheid constant is, dat de snelheid voor de turbine, hier, die is groter als de snelheid achter de turbine. Dus daar is energie uitgehaald. Er is kinetische energie uit de lucht verdwenen. Dan gaan we dus even naar Bernoulli kijken. En bij Bernoulli zien we het volgende. Bernoulli heeft drie termen. Een drukterm, een hoogteterm en een snelheidsterm. Hoe zit het met de drukterm? We weten dat we een open systeem hebben. We hebben lucht. Dus we kunnen wel aannemen dat er atmosferische druk heerst voor en na. Let op, we gaan hier dus niet vlak voor die turbine kijken en vlak na. Nee, een stuk voor en een stuk achter die turbine gaan we kijken. En daar zijn de lokale effecten weggedempt. En dan hebben we dus voor en na de turbine hebben wij dezelfde druk. Atmosferische druk. Dus wat kunnen we doen? Deze valt weg, deze. Nou, oké, hartstikke leuk. Die hoogte. We zien dat die as die langs de turbine loopt, die is natuurlijk horizontaal. Dus ook de hoogte-energie, die is aan allebei de kanten gelijk. Dus deze is gelijk aan deze. Dat is logisch. En wat we nu vervolgens zien, is we hebben hier nog een term, kinetische energie van de instroom van lucht met een bepaalde snelheid. En we hebben de uitstroom van de lucht met een bepaalde snelheid. En we hadden al eerder bepaald dat die snelheden niet gelijk waren. Dus nu staat er dat de ene kant niet gelijk was aan de andere kant. We missen inderdaad de turbine. De turbine die haalt kinetische energie uit de stroom. En hier kunnen we dus die turbine schrijven. En hier doen we dat als vorm van een druk. Drukenergie, om het maar even zo te noemen. Nou, oké. Dit kunnen we dan helemaal gaan omschrijven. Die P-turbine, dat is eigenlijk de energie waarnaar we op zoek zijn. Want dat is de drukenergie die we uit de stroom halen. En die vinden wij natuurlijk door het verschil in die afname van die snelheden. En dat is onze winst. Dat is de profit. Nou, dus nog één kleine kanttekening. We spraken net over ver voor en ver achter de turbine. Laten we nou eens gaan inzoomen in wat er rond de turbine gebeurt. En dat zien we in dit plaatje. Verzoomen. En dan zien we het volgende. Ver voor de turbine en ver achter de turbine zien wij dat de atmosferische druk daar heerst. Maar wat er gebeurt, als we naar de turbine bewegen, dan komt er een weerstand. En wat je dus ziet, is dat die luchtdeeltjes, die ondervinden weerstand en die gaan tegen elkaar opbotsen. Omdat ze worden afgeremd, doordat er een blokkade heerst. En wat gebeurt er dus? Doordat die deeltjes op elkaar gaan botsen, neemt de druk voor de turbine toe. Het is als het ware alsof er een botsing optreedt. En achter de turbine zien we ineens, oh hé, er is ineens weer een hoop ruimte. En daarnaast gaat ook die streamtube, die wordt ineens een stuk groter. Dus wat je achter de turbine ziet is, woep, een hele lage druk. En als er een hele lage druk is, gaan die deeltjes weer helemaal rustiger bewegen. Jullie hebben vast wel eens een tolweg gezien. Daar is het denk ik goed mee te vergelijken. Vlak voor de tolweg sta je gigantisch in de rij. En heb je je tol betaald en is de hele weg leeg. Nou, dus daar kan je dit ook mee vergelijken. En daarna is het natuurlijk steeds meer de normale druk. Nou, en wat zien we dan met die snelheid? Die snelheid, die is van hoge snelheid, gaat die gereduceerd naar lagere snelheid. En heb je dus voor de turbine een hoge snelheid en achter de turbine heb je een lage snelheid. En je zou toch juist verwachten dat die druk omlaag gaat als je hoger komt? Goed, we hebben nu deze vergelijking afgeleid, deze hier. Dat is de drukenergie die uit de lucht wordt gehaald. Maar vervolgens hebben wij niks aan drukenergie. Daar kunnen wij niet mee rekenen als ingenieurs. Wij willen joules hebben. Maar wat we nu kunnen doen, als we deze druk gaan vermenigvuldigen met het volume debiet, dan komen we op termen van energie in joules.
Dus dat kunnen we doen. Dan krijgen we dit. Een half rho v kwadraat. En natuurlijk heb jij deze. En die kunnen wij natuurlijk beschrijven als, even kijken, v gedeeld door a. De snelheid gedeeld door het oppervlak waar die snelheid doorheen vliegt. En dat is dus inderdaad het volumedebiet. Ja? En dan komen we uit op termen van energie. Maar vervolgens willen wij natuurlijk als ingenieurs ook de belastingen kunnen berekenen. En dat doen wij door het momentum te bepalen. Dus we hebben een bepaalde volumestroom. En als wij die volumestroom gaan vermenigvuldigen met het verschil in snelheid, dan krijgen wij dus de drukkracht die de turbine op de luchtstroom uitoefent om in balans te komen. En aan de andere kant doet natuurlijk die luchtstroom ook weer een drukkracht uitoefenen op die nacel om in balans te komen met die nacel. Dus we vinden het momentum, de kracht in newtons, vinden we door het massadebiet te vermenigvuldigen met het verschil in snelheid. En zo hebben we dus twee belangrijke waarden gevonden. Ten eerste het momentum in de lucht, die we gaan berekenen voor onze krachtberekeningen. En vervolgens de power van de turbine, die we gaan gebruiken voor de energiegeneratie. Nou, er is alleen nog wel wat aan de hand. Wij hebben deze twee waarden beschreven als V1 en V2. Waar V1 de snelheid voor de turbine is en waar V2 de snelheid achter de turbine is. Maar wat is er dus aan de hand? Die snelheid achter de turbine, die wordt dus bepaald door de hoeveelheid van de luchtstroom die wordt geblokkeerd. En dat is dus lastig. Want dan is je formule is afhankelijk van de input van de formule. Want als je de vorm van je turbine verandert, verandert ook je snelheid achter je turbine. En eigenlijk zijn we natuurlijk gewoon op zoek naar een vergelijking waar we alleen maar de luchtsnelheid hoeven in te stoppen. Dat is veel handiger. Dan is die onafhankelijk van de vorm van de turbine. Nou, dat kunnen we gaan onderzoeken. En dat heeft deze man al voor ons gedaan. Dat is meneer Betts. Meneer Betts, dat is eigenlijk meneer Reynolds, maar dan voor de lucht- en ruimtevaart. Dus waar jullie zoveel sommetjes hebben gemaakt over meneer Reynolds, doen de studenten lucht- en ruimtevaarttechniek met meneer Betts. Zo kan je hem zien. En meneer Betts, die had een windtunnel. Die ziet er een beetje uit als de windtunnel waar jullie aanstaande vrijdag met z'n allen naartoe gaan. En hij heeft daar een aantal experimenten gedaan. Want wat heeft hij onderzocht? Als jij een bepaalde luchtstroom hebt, dan wil jij energie uit die luchtstroom halen. Ja? En dat doe jij door die luchtstroom te blokkeren met een object. In dit geval een turbine. Maar wat gebeurt er nou als jij die luchtstroom, als jij al die energie eruit gaat halen, dus je brengt die luchtstroom achter de turbine terug naar 0 meter per seconde, dan krijg je als het ware een muur van stilstaande lucht. Dus wat gebeurt er? Die lucht voor de turbine, die kan nergens meer heen. Dus die kan ook nergens naartoe. Dus je hele energiegeneratie zakt in elkaar. Als we nog eens gaan kijken naar dat, hoe heet het nou, die, als we naar die tolwegen gaan kijken. Als die tolwegen al die energie uit die auto's halen die bij die tolwegen aankomen rijden. Dus die auto's die achter de tolweg staan, die staan gewoon stil geparkeerd. Want al hun geld wordt opgevraagd. Dan natuurlijk al die auto's die naar die tolweg aankomen rijden, die kunnen nergens naartoe. Dus die gaan ook in de file staan voor de tolweg. Omdat er geen doorstroom meer is. En vervolgens verdient die tolweg ook geen geld meer, omdat er geen doorstroming meer is. En zo werkt het ook bij de turbine. Als de lucht achter de turbine helemaal stilstaat, dan is het niet meer mogelijk voor lucht om er nog in te stromen. En is je energiegeneratie dus ook nul. Ja? Dus er is blijkbaar een optimum van, als jij geen energie uit de lucht haalt, dan heb je natuurlijk de perfecte doorstroming, want dan heb je gewoon een weg zonder tolweg, dan kan je gewoon één keer doorrijden. Tussen, als je alle energie haalt uit de stroom en die tolweg die verstopt, of die lucht die stopt helemaal. Daar is dus een punt tussen van een optimum. Nou, dat optimum dat vinden we door middel van de inductiefactor. En dat heeft meneer Betts onderzocht. De meneer Betts heeft onderzocht, hoeveel kan ik die lucht nou optimaal afremmen om er zoveel mogelijk energie uit te halen. En die zie je hier, die curve die zie je hier beschreven. Dit is dus de hoeveelheid afremmen van de lucht. En dit is
de power coefficient. En dat is de coëfficiënt van de hoeveelheid energie die je uit de stroom kan halen. En wat zie je? Er is een optimum voor 0,3. Dus 30% afremming van de lucht, dat is je optimum om zoveel mogelijk energie eruit te kunnen halen. Anders krijg je te veel botsingen en dan gaat je energieopbrengst omlaag. Dus we zijn op zoek naar een inductiefactor, een afremming van de lucht van 30%. Dus we kunnen als volgt stellen dat die snelheid achter de turbine, die is 30%, of sorry, die is 1/3 van die lucht, die snelheid ervoor. De lucht wordt 30% afgeremd, sorry. Nou, dit kunnen we gaan invullen. En we kunnen die inductiefactor, die afremming van 0,3, kunnen we daarin verwerken. En dat kunnen we als volgt doen. En vervolgens kunnen we dus die snelheid achter de turbine omschrijven als snelheid voor de turbine. En op die manier kunnen we dus onze energiegeneratie omschrijven alleen maar als functie van de luchtsnelheid voor de turbine. En dat is lekker handig, want dat kan je gewoon meten met een meetinstrument. Dus dat kan je gaan invullen in zowel deze term als in deze term. En dan komen we op onze eindvergelijking. En dat is deze. Dit is de thrust van de turbine en dit is de power van de turbine. En dan heb je een bepaalde factor. Die wordt bepaald door die inductiefactor van 0,3, die A. En die zit hierin verwerkt. Dus er zit een hele hoop ingewikkelde aerodynamica die eigenlijk voor constructeurs niet belangrijk is, want je koopt zo'n turbine gewoon bij de fabrikant en je wil alleen maar weten, wat is die belasting? Dus we zijn alleen maar geïnteresseerd van, wat zijn dan die optimale waarden die we kunnen krijgen? Want wij weten gewoon dat die ingenieurs die die turbine ontwerpen, die doen vast wel goed hun werk. Dus wij gaan gewoon uit dat ze hun werk goed hebben gedaan. En wij zeggen dat wij een thrust coefficient hebben van 0,89. Dat is als je dit gaat uitrekenen. En we hebben een power coefficient, dat is deze, van 0,59. En dat zijn de optimale waarden voor optimale energie-extractie uit de luchtstroom. Nou, dat was een heel mond vol met de aerodynamica. Wat is er belangrijk dat je de volgende twee waarden of vergelijkingen onthoudt? Ten eerste, voor jouw berekening van de belastingen op de constructie, zodat je dus de geometrie van de toren kan bepalen, ben je op zoek naar de thrust van de turbine en de thrust coefficient. En die vinden we dus als functie van de dichtheid van de lucht, de snelheid van de lucht, de oppervlakte van die actuator disk en de thrust coefficient. En vervolgens hebben we natuurlijk ook de power. En die vinden wij door, in dit geval, de luchtstroom tot de derde macht. Dus je ziet dat de snelheid van de lucht een gigantische invloed heeft op de hoeveelheid gegenereerde energie. Nou, maar wat is er natuurlijk aan de hand? We zagen net dat die power die gegenereerd wordt door die turbine, dat die tot de derde macht afhankelijk is van de snelheid van de wind. En wat gebeurt er dus als die snelheid van die wind steeds hoger wordt? Dan wordt die power ook steeds hoger. En op een gegeven moment, ja, dan is die power veel hoger als die turbine aan kan. Die turbine die is bijvoorbeeld berekend om 6 megawatt uit de lucht te kunnen halen. En wat als er dan 12 megawatt in de energie van de wind zit? Dan heb je een probleem. Dus je moet blijkbaar ook iets gaan inwerken in je theorie om ervoor te zorgen dat als er op een gegeven moment te veel power in de energie zit, dat je dat een beetje laat gaan. Dus je gaat als het ware minder efficiënt opereren om er maar voor te zorgen dat je constructie niet kapot gaat. Nou, en dat kunnen we het beste uitleggen door middel van deze curve, de power curve. Die hebben jullie misschien al gezien toen jullie op zoek gingen naar een turbine die jullie voor dit project gaan gebruiken. Wat zien we hier? Ten eerste zien we hier de energie in de wind, de power in de wind. Die vinden wij door de dichtheid van de lucht, de snelheid van de wind tot de derde macht en de oppervlakte waar die doorheen stroomt. Dit is de totale energie in de lucht.
Natuurlijk kan die turbine die totale energie er niet uithalen. Dat wil je ook geen eens, want dan heb je niet je optimale powerproductie. Dus dan kom je aan bij de power van de turbine. En die heeft een verschillende regionen. Ten eerste heb je, als het heel langzaam waait, dat die energie in de lucht nog niet voldoende is om maar die interne weerstand in die turbine te overwinnen. Dus dan is de power output voor lage windsnelheden in regio 1 is 0. Op een gegeven moment kom jij bij een bepaalde windsnelheid en dat heet de cut-in wind speed. Dat is de windsnelheid waarbij de turbine voor het eerst energie gaat genereren. En vervolgens volgt die in de tweede regio, volgt die de vorm van die power curve. Maar natuurlijk wel met onze power coefficient erin, want we willen ten eerste niet al onze lucht afremmen. En daarnaast hebben wij natuurlijk ook nog te maken met verliezen in die turbine zelf. Die turbine die zorgen allemaal voor allemaal wervelingen. Er is niet echt zo'n streamtube aanwezig. En je hebt ook nog in die turbine zelf natuurlijk weerstand van bijvoorbeeld de direct drive of de tandwielkast en de generator enzovoort. Dus die curve die loopt wel ongeveer gelijk aan, maar niet strak op de energie in de wind. Nou, daarna kom je op een punt terecht dat er te veel energie in die wind gaat komen. En dan moet je dus gaan afremmen. Dus wat gebeurt er dan in die turbine? Die turbine die gaat zijn bladen roteren om ervoor te zorgen dat die minder efficiënt wordt. En die zorgt er dan dat die turbine constant dezelfde energie blijft genereren. En dat is de energie waarvoor die is gemaakt. En die gaat dus zijn bladen draaien en die wordt minder efficiënt. En daar is een bijkomend voordeel. Doordat die minder efficiënt omgaat met de wind, zijn de turbines die erachter staan, die hebben meer energie in de stroom. Dus het is in principe ook voordelig voor je windpark om niet altijd zo efficiënt mogelijk te werken. Nou, dat is regio 3. En vervolgens heb je een storm. Dan zit er zo verschrikkelijk veel energie in de wind, dat eigenlijk je enige wens is alleen nog maar dat die constructie het overleeft. En dan komen we in regio 4. En dat is bij de cut-out wind speed. Dan stopt die turbine gewoon helemaal met opereren. Hij draait zijn bladen optimaal in de wind, zodat de windbelasting zo min mogelijk is op die constructie, om er maar voor te zorgen dat die constructie de storm overleeft. Dan stopt hij ook met roteren. Heel vaak wordt ook de transformator afgekoppeld om de vele trillingen die er natuurlijk ontstaan in een storm ook nog niet te veel effect te laten hebben op het kapotmaken van die tandwielkast of whatever. Dan ben je alleen maar in overlevingsmodus. Ja? Nou, zo komt dus die power curve tot stand en dat is deze. En wat is nog interessant om nog meer op te merken is je ziet die groene lijn. Dat is het RPM, rotational speed van die turbine hebben we dan mee te maken. En wat zie je? Dat die rotatiesnelheid, die ziet er hartstikke mooi in een curve uit. Nou, wat vertelt ons dat? Dit is natuurlijk niet bepaald door de wind, maar dit is bepaald door meet- en regeltechniek. Dus voor die cut-in wind speed hebben wij natuurlijk niet te maken met een roterende turbine. Dus dan is die RPM 0. Op die cut-in wind speed gaat die turbine ineens met een bepaalde frequentie draaien. Die rotatiefrequentie neemt toe totdat wij op rated power terechtkomen, hier, en dan blijft die constant en dan gaan de bladen draaien om de belasting te verminderen. Ja? Goed, laten we nou eens de waarden die er optreden in die turbine is wat nader onderzoeken. Wat zien we dan? Ten eerste beginnen we bij die power curve. We zagen, hier hebben we te maken met een 4 megawatt turbine en we zien dat die turbine cut-in wind speed gaat de energiegeneratie omhoog en op een gegeven moment blijven we op de rated wind speed hangen en dan blijft onze power constant. En wat zien wij dan als we op die rated wind speed aankomen? Dan gaan we nu kijken naar de pitch setting, dus dat is de rotatie van het blad. Dan zien we dat we eerst geen rotatie hebben in het blad. We positioneren onze turbine zo dat wij de maximale energiegeneratie hebben. Maar als het te hard gaat waaien, dan gaan we pitchen. Die pitch wordt steeds groter, waardoor we dus minder energie uit de wind gaan halen. En dat zie je hier ook. Hier heb je een pitch, geen pitch. En hier heb je een grotere pitch. Ja?
Nou, wat gaat er dan gebeuren als we gaan pitchen? We zien dat we tot op het gebied waar die... Tot op het gebied waar bij die rated wind speed aankomen, gaan we uit van een aerodynamisch optimaal ontwerp. We willen zoveel mogelijk energie uit die luchtstroom halen. Dus onze power coefficient en onze thrust coefficient zijn zoals we die willen hebben. En vervolgens gaan wij boven die rated wind speed gaan we pitchen. Dan gaan we de bladen roteren. En dan gaat dus die efficiëntie omlaag en zal dus ook die power coefficient en die thrust coefficient heel erg snel gaan inzakken. Ja? Nou, oké. Natuurlijk is er ook nog belasting aan de hand in die rotor en die turbine. We zien dat in het bereik tussen 0 meter per seconde en de rated wind speed zien wij dat de thrust, dus die drukkracht, die wordt steeds groter. Tot op die rated wind speed. En dan gaan we pitchen. Dan krijgen we een minder efficiënt ontwerp. En dan gaat dus die thrust die gaat omlaag. We krijgen dus minder belasting op de rotor. En wat laat dat zien? Dat laat zien dat dit punt zeer belangrijk is om te berekenen. Want dit is de locatie waarop de maximale belasting op de RNA optreedt. En daardoor moeten we dit eens gaan berekenen in een load case. Dat is heel erg belangrijk. En daar komt dus de eerste load case vandaan. Want dan is de belasting op de rotor nacelle assembly maximaal. Ja? Nou, en natuurlijk heeft die thrust, die is nauw verbonden met het moment bij de wortel van het blad. Dus je ziet ook dat dat moment bij de wortel evenredig is aan die thrust. Want je hebt natuurlijk krachtige arm. Die arm die verandert niet, maar die kracht wel. Dat zie je hier. Dus dan verandert dat moment bij die rotor evenredig aan die thrust. Laten we het nu even gaan hebben over die energy curve. We hebben zojuist gekeken wat er allemaal daadwerkelijk gebeurt in die rotor nacelle assembly. En nu willen we eens gaan kijken hoe we dan precies die informatie kunnen gaan gebruiken wat onze energieopbrengst is in onze turbine. Ten eerste hebben we hier die Weibull-diagram. Die hebben we in het vorige college hebben we die opgesteld. We gaan nu deze Weibull-diagram, die gaan we vermenigvuldigen met onze power curve. Die we dus ook zojuist hebben afgeleid. En als je die twee met elkaar vermenigvuldigt en vermenigvuldigt met het aantal uren per jaar dat die turbine operationeel is, dan kom je uiteindelijk uit op de totaal gegenereerde energie per jaar. En dat vinden we door deze vergelijking. Nou, wat is er wel belangrijk? Die Weibull-diagram die staat hier voor 10 meter hoogte. En dat is natuurlijk niet goed. Want we zijn geïnteresseerd in de Weibull-diagram op de hoogte van onze rotor. Daar waait het veel harder. Dus we moeten die Weibull-diagram eerst gaan omschrijven. Dat doen we als volgt. We gebruiken deze vergelijking van die power curve, zoals je dus kan berekenen wat de windsnelheid op een bepaalde hoogte is ten opzichte van de hoogte van je kaartdata. En daarmee kan je dus je nieuwe probability density function kan je vinden door, als jij de snelheid op 10 meter hoogte invult en je doet hem vermenigvuldigen met die snelheid tot 10 meter in het kwadraat gedeeld door de snelheid zoals je hem op de RNA tegenkomt, dan kom je een nieuwe power curve kom je tegen, maar dan de power curve op de hoogte van je rotor nacelle assembly. En wat zien wij hier precies in die informatie? We zien dat het gemiddelde hier van deze Weibull-diagram, die ligt ongeveer op 6 of 7 meter per seconde. En dat is op 10 meter hoogte. Als wij nu vervolgens op 81 meter hoogte gaan kijken, dat is het specifieke voorbeeld dat ik voor dit vraagstuk heb gebruikt, dan zien we dus dat het gemiddelde veel hoger ligt. En dat is natuurlijk logisch, want het waait veel harder daarboven. En veel vaker ook veel harder. Dus onze energieopbrengst is structureel meer naarmate we natuurlijk die rotor hoger plaatsen. Dat is ook logisch. Nou, dan hebben we die nieuwe Weibull-diagram. En die gaan we vermenigvuldigen met onze power curve. We gaan dus ten eerste onze power curve weer omzetten in verschillende staafdiagrammen. Zoals we hebben gedaan met de oorspronkelijke methode. En we pakken dan iedere curve van aan de ene kant de kans dat een bepaalde windsnelheid optreedt.
En vervolgens vermenigvuldigen we die met de energiegeneratie voor die bepaalde windsnelheid. Dus bijvoorbeeld, we pakken 5 meter per seconde. Die heeft iets meer dan 8% kans om op te treden. En dan is onze energiegeneratie 0,3, wat is het? Gigawatt. Dan ga je door. 6, 7, 8, 9, dan kom je bij 10. Een windsnelheid van 10 heeft 9% kans om op te treden. En die vermenigvuldig je met 3,1 gigawatt. Dus dan krijg je dus, even kijken, 0,082 maal 3,2. En zo ga je door voor 15 en voor 20 enzovoort enzovoort. Als je al die deeltjes bij elkaar optelt, dan kom je natuurlijk op 100% uit. En dan weet je hoeveel energie je per jaar genereert. Want let op, je moet het natuurlijk nog wel vermenigvuldigen met het aantal uren in een dag en het aantal dagen in een jaar. En wat we nu hebben gedaan, is we hebben eigenlijk die oorspronkelijke vergelijking, waar je door middel met de integratiemethode je hoeveelheid energie kan berekenen, hebben we omgezet naar een sommatiemethode die wat eenvoudiger is. Daarmee kan je dus je energiegeneratie berekenen en dan krijg je het volgende. Voor die ene specifieke turbine heb ik berekend dat wij per jaar, even kijken, 43.000 gigawattuur aan energie kunnen produceren. Ja? Dat is genoeg elektriciteit voor 6.665 personen. Heb je in Nederland 10.000 huishoudens, omdat we 17 miljoen mensen hebben en 3 miljoen mensen per huishouden gemiddeld. Ik heb deze waarde op internet opgezocht. En als je daarmee gaat rekenen, wat zie je dan? Dat je, om iedereen te voorzien van energie in Nederland, heb je maar 537 turbines nodig. En dat is de hoeveelheid van 5 grote windmolenparken. We hebben er al 5. We hebben er al meer dan 5. Hoe komt het dan dat we toch maar 8% van onze energiegeneratie, dat die duurzaam is? De rest is industrie. Dus de grootste winst die we nog moeten maken met duurzaamheid is de industrie overtuigen dat ze ook over moeten gaan op duurzaamheid. En dat is natuurlijk lastig. Want de industrie die heeft maar één oogmerk, en dat is logisch, geld verdienen. Shell is er al mee bezig trouwens. Shell is er al mee bezig? Ja. Vertel. Ze willen voor het boorplatform willen ze met windmolens willen ze olie in die reservoirs pompen. Of water in die reservoirs pompen. In welke reservoirs? Op zee. Op zee. Waar en dan? Om druk op te pompen zit de olie mogelijk. Dat is één voorbeeld. Daar gaat de miner volgend jaar over. Ja, dat is zo. Daar gaat de miner volgend jaar over. Als je onvoldoende haalt, kan je dat ook uit gaan zoeken. Nee, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven mee bezig hoe ze dat natuurlijk kunnen gaan inzetten. En dat toch die duurzame energie wordt gebruikt. En een van die oplossingen is dan natuurlijk subsidie of wetten creëren. Om ervoor te zorgen dat mensen maar worden verplicht om die duurzame energie te gebruiken. Maar een andere mogelijkheid is om deze energie door te ontwikkelen. En ervoor te zorgen dat die goedkoper wordt dan olie en gas. En daar zitten we niet heel ver meer vandaan. Dat gaat echt in de komende 10 jaar gaat dat gebeuren. En dan heb je een kantelpunt. Dat kantelpunt is al bereikt voor zonne-energie. Dat gewoon duurzame energie goedkoper is dan olie en gas. En dat is natuurlijk een revolutie voor de wereld. Want dan kunnen we in één klap, kunnen wij door gigantisch veel projecten, kunnen we afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Dan zijn we meteen afhankelijk van Rusland en afhankelijk van het Midden-Oosten. En hebben we onze energiegeneratie voor de komende jaren hebben we zeker gesteld. En daar moeten we dus naartoe. En dat is jullie taak. No pressure. No pressure, inderdaad. Meneer, volgens mij moet onafhankelijk en niet afhankelijk van Rusland en Midden-Oosten. Oh, sorry. Ik bedoel onafhankelijk van Rusland. Worden we. Ja, dat willen we in ieder geval. Verliezen in de generator of zo? Nee, momenteel gaan wij niet aan de slag met verliezen die in de generator optreden. Want het doel van deze module is jullie op te leiden tot constructeurs voor in de windenergie. En eigenlijk zijn die rotor-nacelle pakketten,
Dus de bladen, de rotor, de tandwielkasten en de transformatoren en dergelijke. Die koop je gewoon bij Siemens. Of bij Vestas. Whatever. Die koop je. Maar vervolgens moet iedere ondersteuningsconstructie, die moet per locatie, dus ook per windmolenpark, moet die individueel worden ontworpen. Dus daar zit het werk. Die turbine die wordt één keer ontworpen en dat is massaproductie. Maar al die ondersteuningsconstructies moeten met de hand worden ontworpen. Er zit gigantisch veel werk in. En daar kun je als werktuigbouwers wel heel erg veel mee doen. Of je gaat natuurlijk bij elektrotechniek studeren, want daar komt het wel aan bod. Dat is ook bijzonder interessant. Goed, dat was het college. Het huiswerk. Jullie hebben afgelopen week een basismodel, een rule of thumb model gemaakt van die verschillende turbine met ondersteuningsconstructies. Leg dat even opzij. Deze week ga je aan de slag met de energiegeneratie. Dus ten eerste bereken je de power die je turbine kan leveren. En dan ga je eens vergelijken of die overeenkomt met hetgeen wat in je brochure staat. Dat doe je ook voor de trust van de turbine. Daarna pak je de Bijbeldiagram die je in les 2 hebt gecreëerd en schrijf je die om naar een versie op de hoogte van je rotor en een cell assembly. Want je weet in ieder geval nu wel op welke hoogte die zit. Want je hebt je afmetingen van je substructure, je jacket of je monopaal. En je hebt de afmetingen van je toren. Dus je weet de hoogte van je rotor. Daarmee kan je de Weibull-diagram maken. En kan je vervolgens de powercurve van die turbine, die dus in de folder van de fabrikant staat, vermenigvuldigen met die Weibull-diagram, zoals ik het heb geïllustreerd. En daarmee kan je de jaarlijkse energieopbrengst van één turbine gaan berekenen. Dat is het huiswerk voor aankomende week. Volgende week dan begint het harde werk en het harde zweten. Want dan beginnen we met het doorrekenen van de constructie. Dus mijn tip is wel, zorg dat alles voor volgende week helemaal op pijl is en op niveau is. Want volgende week zetten we de werkload en alles zetten we een paar tandjes hoger. Dus zorg dat alles in ieder geval is voorbereid. Goed, dankjewel voor jullie aandacht en tot volgende week.